We gaan vandaag keihard racen, want het is tijd voor de nieuw binnen van Ridge Racer Unbounded. Wat een mooie geluidseffecten maak jij er allemaal bij, Eke. Dat voegt toch wel een extra dimensie toe aan deze nieuw binnen. Vond het wel toepasselijk. Ja, eigenlijk. Inderdaad. Ridge Racer. Ridge Racer, inderdaad. Even kijken hoor. Ja, we gaan gewoon even een singleplayer race doen. Jij gaat een race doen, ik ga een race doen. Ja. En we zullen even kijken wie hier het beste in is. Ik wil de domination. En dan moeten we nog eventjes... Ja, het probleem is, dit is een nieuwe save game. Ja. Dus we zijn nog wel helemaal in het begin. Eke, jij hebt wel met een andere code heb jij de recensie al gedaan. Ja, klopt. En die staat... Die staat al klaar om op 30 maart te verschijnen. Ja, inderdaad. Maar volgens mij gaat deze ook op 30 maart online, deze video. Dus dan kunnen jullie die gelijk lezen nu, denk ik. Moeten we even kijken. En anders op 30 maart. Maakt niet uit. Zoiets. In ieder geval, we gaan even racen met de originele, met de eerste tracks en de eerste auto's. Even een gokje. Hoeveel geld zet je in op dat ik ga winnen? Of niet? Dat jij gaat winnen? Helemaal niks. Dat jij keihard gaat verliezen. Daar zet ik zo mijn hele bankrekening op in. God de god. Kijk maar eens, je bent nu al 11e. Gaat nu al slecht. Gozer. Ja. Maar het hele verhaal van Ridge Racer Unbounded is... Het is niet echt een klassieke Ridge Racer. Maar het is helemaal omgegooid. Het is een beetje burn-out, hè? Ja, het is burn-out. Het is niet meer zo erg... Het is realistischer ook geworden. Want Ridge Racer was toch wel een beetje een spel... Dat je gewoon kon driften. En hier is driften meer een onderdeel geworden in plaats van... Okay, maar echt realistisch is het natuurlijk niet. Het is wel een echte arcade wezen en je rost door allerlei gebouwen heen. Alles ontploft en gaat als een gek. Dus. Kijk eens naar mij. Kijk eens. Ja, dit noem ik nou niet heel realistisch. Wel kleurrijk moet ik zeggen. Al de wat grappig was, toen ik het voor het eerst speelde, dat was januari geloof ik. Ja. Toen was het heel erg grijs en sindsdien is het gewoon alleen maar beter geworden. Dat is echt goed hoor. Oké, dus toen dachten ze van die kleurtjes die doen we als laatste erbij. Dat dachten ze in Japan. Okay. Oh, meer... Ja, want dat is wel, je kunt ook met bepaalde acties kun je toch door muren heen en je kunt door gebouwen heen en zo. Als, zolang je daar rechtsonder zit een balkje, als die vol is, kun je de power gebruiken. Oké. En kunnen we dat eventjes gaan zien? Ja, nee, ik doe mijn best. Ja. Zo, drie laps. Laps. Ah, dan ben je zomaar klaar, want je gaat als gek. Ik? Ja. Ja, ik ben goed. 200 km per uur bijna. Kijk, je hebt hem nu en dan kun je de Taycan destroyen. Ah, daar kun je... Ja. Hier komt het. Oh, kijk eens aan. Zo. Dat is wel een beetje burnout-esque met... Hoppa. Oh, nog een keer. Volgende. Explosive truck. En krijg je daar dan weer extra boost van? Ja. Oh, tof. Dus dan kun je zo door blijven gaan. Ja. Totdat je een keer het fout doet. Ja, tof. Precies. En ja, ze zijn nu voor altijd verwoest, dus je kunt niet in de volgende lap... Het is wel eenmalig. Het is wel een beetje tactisch gebruiken, want het spel is niet... Kijk, het lijkt heel erg makkelijk, maar dit komt ook omdat dit het begin van het spel is. En ik heb het spel helemaal uitgespeeld. Kijk nog een keer. Hoppa. Het ziet wel een beetje hetzelfde uit, dit ding, maar het was een ander. Ja. Oké. Hoppa. Het gaat overal doorheen. Kijk, maar hoe vind je het racen? Ja, beetje vergeleken met het is aan het begin heel erg wennen, maar ik vind het zo lekker racen. Kijk eens, maar dan zie je toch hoe goed ik het doe. Ja, maar dat zien wij niet, hè, op de video hoe jij dat doet. Nee, oké, maar ik bedoel, ik sta eerste en ik sta 6 seconden voor. Oh zo, ja. Maar je moet absoluut niet denken dat het makkelijk is. Ik heb zo vaak gescholden op dit spel. Heb je ook andere camera standpunten trouwens, of niet? Kun je ook van, kijk eens, dan zit je midden in de actie. Hoppa, dat vind ik niet prettig. Nee, dat is voor dit soort games misschien wat minder. Oh, fuck. Kijk, bochtje. Lekker door. Driften. Hoppa, een beetje tegensturen. Hoppa. En heb je weer een power ding. Jezus, wat ga ik snel? Ik ben benieuwd hoe jij het straks gaat doen. Ja, nog anderhalve kilometer tot de finish. En dan zullen we het gaan meemaken of ik het ook kan. Het zal wel niet, maar... Oh, daar ga ik. Oh, het gaat wel een beetje alle kanten op. Ja, maar... Hebt ook gewoon burgers die op de weg rijden, of niet? Nee. Oh. Ja, soms wel. Bij ene level niet, de andere level wel. Een beetje weinig dus. Ja. Het is niet zoals in Burnout dat je die omlaag tegenkomt. Nee, absoluut niet. Ja. Dat vond ik wel leuk, Burnout trouwens. Hoppa! Daar is de finish. Tunnel door. Finish. Yes! Bam, oké. Hoppa. Je bent eerste, gefeliciteerd. Ik geef jou de micro, dank je. Ja, geef mij de controle, dan ga ik het ook eventjes proberen nog.
Ik zet mijn geld in op dat Rob niet gaat winnen. Niet? Nee? Wat is gassen en wat is remmen ook alweer? R2 is gassen. Oh ja, is dat de drift, belangrijk om te weten, is drift is dat rondje. Dat rondje, oké. Okay. Het rondje nou, ook. X. Ja, continue even anders. Noem je het anders even, dan. We moeten even een andere track laten zien hoor. Kijk, we hebben nu een rank alweer. Huppakee. Hoppa, X. Continue. Volgens mij heb ik in één keer alles vrijgespeeld. Dat zou best wel eens kunnen. Nou, niet alles van het spel. Dat niet alles van het eerste level. Ja. Eerste onderdeel. Oh ja, we hebben een nieuwe auto. Vehicle. Kijk, kunnen we die gelijk even proberen. Highways, nieuw editor blocks. Nieuw districts. Lower East Side. Kijk eens, we gaan Ga maar naar de nieuwe Lower East Side. Hoppa. Ja. Oké, doe maar. Nou ja, Shino Racing is dat je niet door gebouwen heen kunt. Dat je gewoon dat puur racen. En Domination Racing is wat ik net Domination. Heb gedaan. Even kijken, wat een nieuwe auto. Ja, die. Check, nou, dan ga je toch lekker ermee. Daarmee. Even kleurtje uitkiezen. Oranje, het is bijna de week EK. Kijk, oh, dat vind ik zo'n lekker kleurtje, hè? Ja? Oranje, ja, hey, doe maar altijd wat. Ik race vroeger altijd in Need for Speed in de oranje McLaren. Netjes. Dat is een goede auto. Zit die er ook in of niet? Nee, dat zijn allemaal fictieve auto's, hè? Oh ja, natuurlijk. Ja. Er zit wel daar iemand rechts in het scherm op een bord of zo. Ja, dat is een vrouw. Dat is goede informatie. En ze gebruikt haar was altijd met. Ze doet haar was altijd met kalgon. Ik kan ook geen serieus woord eventjes uit. Nee. Nee, nou, we gaan het proberen. Nou, het is donker. Het is donker als een gek. Ja, ik zie het. En je moet hier rechts. Oh, moet ik naar rechts? Wel, ja, ik zat nog eventjes te kijken. Ik ga niet zo hard trouwens. Jawel. Nou, valt wel mee. Dat komt omdat je die power nog niet hebt gehad, hè? Oh ja, is dat het. Ja. Dus ik moet een beetje proberen te Ja, je moet een beetje... Zo. Oh, er komen de tegenliggers. Oh, tegenliggers. Ja, dus je hebt ze wel. Oké, nu komt het driften. Nu komt het driften. De bocht om. Oh, gefaald als een gek. Nee, maar het is inderdaad heel erg moeilijk hoor. Ja, je moet driften, je moet niet gewoon die knop indrukken en dan gaan. Nee, je moet even drukken en dan met je een beetje gaan sturen. Ja, je moet het doseren, inderdaad. Ja. Ja, het is wel leuk dat ze nu een expert aan het werk zien en mij. Ja, dus zo zie je verschil. Allemaal brandende auto's. Nee, maar auto's. Zo zie je tenminste wel het verschil van hoe moeilijk het eigenlijk is. Ik bedoel, je kunt wel onder de knie krijgen. Wel grafische effecten gaan wel een beetje Oh, ik moet een beetje driften proberen natuurlijk. Ja. Ja, dus gooi! Mis! Mis. Wat slecht. Oh, dat was echt was heel slecht. Erg slecht. Dat kan dus ook nog. Ja, dat was echt heel erg slecht. Ja, sorry hoor. God, dat was echt heel erg slecht. Mag ik zeggen heel erg? Heel erg slecht. Nou, bedankt. Wat zei je? Wat moest ik zeggen? Ja, wist ik wel dat hij daar stond. Opeens kreeg ik power en dan komt het opeens naar boven. Hup, een beetje driften door de bochten. En kijk, ik sta 11e. Ja, dat was lekker. Ik ben in ieder geval niet laatste. Tunneltje door. Kijk eens hier, bochtje in. Oh, nee, de bocht was later. Dat deed ik expres, want nu heb ik die power door die drift. Dat was tactiek, Eke. Oké, okay. Zie je dat? Ja. Power gebruiken. Bam. Hoppa, doorheen. Dat is een gekke Goed doorheen. Zo. Kijk eens. Ben ik opeens eerste, of niet? Nee, net niet. Nee, je bent echt... Dat is een bocht. Dat heb je heel goed opgelost. Nu kun je daar niet meer doorheen. Nu kun je daar niet meer doorheen. Ja, ik merkte het. Mijn bumper ligt er wel af, trouwens. Ja, maar ja, wat is een bumper? Wat is een bumper? Ja, nou ja, dat ding dat er afhangt daar. Oh, je bent nog steeds bezig met de eerste lap. Oh ja, daar zal... Het commentaar mag ook wel iets positiever af en toe, hoor. Ik bedoel, dat doet ik ben geen ook positief, kwaad. Ik constateer dingen. Je constateert dingen, ja. Dat is niks negatiefs aan. Huppakee. Nu gewoon eventjes. Kijk. Dat is een rechte bus. Kijk, daar heb je de nummer 10 al. Kijk eens, joh. Je maakt vooruitgang. Boek vooruitgang. Ja, je maakt boekt. Ik weet... Ja, en dat schrijft de recensies op XGN. Ja, maar dan kan ik letten op de woorden. Oh ja. Dan zie ik het voor me, maar als ik nu alle praat, dan zie ik niet alle woorden voor me liggen. Oh nee. Je ziet wel de woorden en de laps in de ritsrace aan de zijkant. Dat vind ik wel tof hoor. Dat vind ik echt tof gedaan. Dat vind ik ook heel handig. Ook 4 second behind nu 3. Kijk, daar kun je doorheen. Daar kun ik doorheen. Kom op, je kunt het. Come on. Oh yes. God. Wat was dit? Een walkway. Volgens mij doe ik het een beetje half fout, of niet? Ga voor. Lekker op. Kijk eens. Kijk. Dubbele domination zooi. Hoppa. Hoppa. Doen we niet moeilijk over. Oh. Die winkel kun je niet, kunt de blokker niet... Ik haal even een nieuwe achterbumper, want die was kapot. Hé, dus inderdaad. Waar is die... Hé, hoe doe je dat? Ja, die heb ik gewoon even gerepareerd. Oh ja. Ja, daar ging ik naar die winkel. Kostte wel even tijd, maar hij is in ieder geval... Ja. Je kunt daar nu gewoon doorheen, hè? Oh ja, omdat hij al is vernietigd door jou. Kijk, dat kun je zo doen. Hé. Wat een handigheid. Ja, nog 1 kilometer om eerste te worden.
Bijna. Ja, je wilde zeker naar de beauty shop, hè? Ja. Zeker naar de beauty shop. Ja, ik heb je wel door. Je wilde even kijken wat in de aanbieding was. Ik knap mijn auto eventjes op. Ik wil daar doorheen. Nee, dat kan niet. Nee? Nee. Oké. Dat was echt bijna. Drive to the finish. Nou, ik denk niet dat ik... ik denk, het vereist dus wel enige oefening, moet ik zeggen. Nou, in ieder geval, je bent niet laatst geworden. Maar ze zeggen, wie als laatst finished the best. Ja. Ik vind dat wel een mooie variant. En we sliden zo over de finish. Okay, kijk, heb je weer de beauty shop. Ja, wat tuurlijk. Heb je toch met die beauty shop? Ja, dan ga ik even heen gewoon. Ja. Nee, goed. 11e positie, event failed. Ja, maar wat vond je van? Hoe vond je het spelen? Het is wel even wennen. Het speelt op zich wel relaxed, maar je moet even de driften moet je eventjes doorkrijgen. Ja, en je moet een beetje dat krijgen. Met die boost, hoe je dat een beetje doseert en zo, moet je eventjes proberen. Nee, dus, klopt helemaal. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik heb wel in een rank, dus ik heb wel wat dingen vrijgespeeld. Ja, respect. Stond er ook. Trouwens. Respect stond er ook. Oh, ja. Dat hadden ze wel. Het game had ook door dat ik dit als eerste speelde. Voor het eerst. Ja, respect. Ja. Inderdaad, maar Ridge Racer Unbounded. We hebben allemaal vehicles unlocked en shit. En dan kun je dit allemaal zo unlocken. En je kunt je eigen tracks maken. Wat je ziet ook in een video of hebt gezien in een video van ons als het goed is. Ja. En dan kun je daarmee aan de slag. Hij komt op 30 maart uit voor de PlayStation 3 en Xbox 360. Ik geloof ook de PC. De PC-versie kwam toch later? Of niet? Die kwam later, oh ja. Die kwam later. Dus eerst PS3 en Xbox 360 en Ridge Racer fans moeten dat gewoon halen. En race fans in het algemeen eigenlijk... Moeten dat overwegen? Ben je daarmee eens, Eken? Moeten dat overwegen? Ik bedoel, moet je wel liggen, dat drift en zo. Ja. Download de demo, hoppa. Doe dat en dan zien we jullie weer bij de volgende Nieuw Binnen. Doei!